kale mannen, gebruiken die nou shampoo of douchegel? Welkom bij Vraag Google. Welkom bij een nieuwe Vraag het Google. Ik ben deze keer in mijn eentje. Rian is in Italië en Rachid is aan het verhuizen. Dus ik ga deze keer zelf jullie vragen beantwoorden. De vraag van Alex Groen was: kale mannen, gebruiken die nou shampoo op hun hoofd? Gebruiken ze douchegel? En ik wist het eigenlijk ook niet. Dus we gaan er eens even induiken. We gaan eens kijken wat daar aan de hand is. Dus misschien kunnen we eerst wat shampoos vergelijken. Voor iedere dag, voor ieder haartype. Kunnen we even kijken wat erop zit. Aqua, sodium, lauretsulfaat, Ghoul. Misschien als je meer kracht en energie zou willen, dan daar zit in aqua, sodium en lauretsulfaat. Stimuleert haarwortels met cafeïne. Daar zit in aqua, sodium, lauretsulfaat. Nog één, aqua, sodium, lauretsulfaat. Even kijken. Ja, deze is voor kracht en energie en dit is meer fris, antivet. Maar daar zit precies hetzelfde in. Aqua, sodium, lauretsulfaat. Aqua, sodium, lauretsulfaat. Dus hier worden we niet veel wijzer van. Dus misschien moeten we even de experts gaan bellen. Een vraag die we heel vaak krijgen is: kan ik stage komen lopen bij Google? Nou, we willen wat gaan uitproberen. En dat is namelijk mensen uitnodigen om stage te komen lopen. En daar hebben we een formulier voor in de beschrijving staan. Dus vul die even in als je het leuk zou vinden om bij Google stage te komen lopen. Dan gaan wij kijken of en hoe we dat kunnen gaan regelen. En ik weet dat bij de t-shirts veel mensen dachten: ah, ik ben niet de eerste die het invult, dus ik laat maar zitten. Echt invullen deze keer. We weten nog niet precies hoeveel mensen we kunnen uitnodigen, maar we maken het graag een beetje groot. Dus doe je ding. Daar zo. Een hele goede middag. Ik ga met Robert Amrell, consumentenservice. Waar kan ik u mee helpen? Een goede middag met Tim van der Rijt van Google Nederland. Kale mannen, gebruiken die nou shampoo of gebruiken die nou douchegel? Ik ga even voor u op zoek. Vindt u het goed als ik u een moment in de wacht zetten, maar ik zo beter. Ja hoor, dankjewel. Dan gaat hij hopelijk even bellen met de marketingafdeling. Ja, moet bellen met research and development. R&D. Die doen dat. Die maken die shampoo. Ja. Ik zou het bedenken met de gezichtsverzorgingsproducten. Ik bedoel, het is geen haar, het is geen rug. Meneer, bedankt voor het wachten. Tuurlijk. Ik kan u in ieder geval meegeven dat wij binnen ons assortiment onze producten hebben uitgetest op verschillende soorten haartypes. Daarin is die doelgroep van in dit geval kale mannen niet voorgekomen. Hier, die hele Alpecin met cafeïne vind ik ook wel heel interessant, hè? Ja. Welkom bij het informatiecentrum. Goedemiddag, L'Oréal Informatiecentrum. Ik spreek met Ingrid. Of kale mannen nou meer shampoo gebruiken of meer douchegel? En daar kwamen we zelf niet uit, niet via de zoekmachine en niet via je eigen onderzoek. Maar wat ik dan het beste kan doen, is je even doorverbinden naar de marketingafdeling. Oh, ja. Of zij daar beschikken over die cijfers. Dit is van één leverancier voice response systemen. Doe allemaal dit liedje. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Dit liedje is ook basic, volgens mij. Basic. Basic 001. Standaard 001. Default. Dus misschien moet ik niet vragen hoeveel mensen, maar meer: hallo, ik ben kaal, wat moet ik nou? Dat is misschien een betere. Of hier naar Cosmetics, spreek met Debbie. Goedemiddag, met Tim van der Rijt. Is het nou beter om shampoo te gebruiken of douchegel voor de hoofdhuid? Ben je helemaal kaal? Ja. Je hebt ook geen haargroei meer. Nee. Nee. Wat je kan doen, is een body shampoo in enevol gebruiken. Oké. Okay. Mm-hmm. En daarbij het advies, het klinkt heel lullig, maar ook echt om goed je hoofd in te smeren met een beschermingsfactor. Ah, zonnebrand. Ja. Zou ik wel doen. Oké. Okay. Ja, dat zou ik echt wel doen. 2-in-1 en zonnebrand. Ja. Hartelijk bedankt voor de informatie. Nou, succes. Bedankt. Oké. Okay. Fijne dag. Hoi. Dag. Dit is geweldig. Dit is advies waar ik wat mee kan. Nu ga ik gewoon 2-in-1 shampoo, douchegel gebruiken. Mijn hoofd goed insmeren. Dat is de manier. Hoeveel mensen dat dan precies doen? Niemand weet het. Er moet onderzoek naar gedaan worden. Maar we zijn in ieder geval een stap verder. Het kan eigenlijk allebei het liefst tegelijkertijd. Dat is het antwoord. Een andere vraag die we binnenkregen was van Bouke de Boer. En die zei: kan je Google ook gebruiken als je de toerist uithangt? En heb je hier tips voor in het buitenland of mooie steden in Nederland? Nou, daar hebben we natuurlijk een hele hoop tips voor. De eerste is: als je in een nieuwe stad bent en je weet niet waar je heen gaat, kun je zeggen: bezienswaardigheden in Amsterdam. Amsterdam bezienswaardigheden. Nou, dan zie je musea, dingen waar mensen vaak heen gaan. Je kunt erop klikken. En wat je misschien nog niet wist, is dat daar ook bij staat wat voor reviews er zijn, maar ook populaire tijden. Is het op dit moment niet te druk? Is het überhaupt wel open? Dus je kunt, als je dan daar naar een nieuwe plek gaat, een nieuw restaurant of een museum, dan kun je dus zien of dit een goede tijd is of dat je het nog even moet uitstellen. Dan kun je ook zeggen: hoe kom ik daar? OV naar het Van Gogh Museum.
Vanaf Parnassusweg neemt u de 5 naar Centraal Station. Die vertrekt over 7 minuten. Dus je weet waar je heen moet, je weet wat voor lijn je moet hebben. En dan kom je eraan. Wat je dan kunt doen is 360 graden foto's maken van van de plekken waar je bent. Die kun je zelf op Street View zetten. Met de Street View app. Je klikt op toevoegen. En je kunt er camera's aan koppelen, je kunt al bestaande foto's gemaakt hebben. En dan op dat moment kunnen andere mensen die nog aan het oriënteren zijn op een bepaalde plek, kunnen dan ook zien hoe het daar dan is. Wat je nog meer kan doen, als je dan een leuk nieuw restaurantje gevonden hebt bijvoorbeeld, maar je spreekt de taal niet. Bijvoorbeeld je bent in een Portugees restaurant, dan gebruik je natuurlijk Google Translate. En in Google Translate heb je de optie om gewoon je telefoon voor te houden en te zeggen welkom. Gegrilde chorizo, dus van het Portugees naar het Engels is dit. Zodat je het in ieder geval nog een beetje kunt lezen. En een dessert. Zo kan het dus zijn dat je ook in een stad waar je taal totaal niet spreekt, dat je nog een beetje je weg kunt vinden. Het werkt ook van het Engels naar het Nederlands. Je drukt weer op diezelfde knop. En je zegt, mijn andere computer is een datacenter. Dus je bent nog de toerist aan het uithangen en je denkt, hoe zat het ook weer met die munteenheid hier? Je kunt zeggen $75 in euro's. $75 is gelijk aan 66,681 euro's. Als je echt geen flauw idee meer hebt waar je bent, dan zeg je, waar ben ik? Hier heb je een kaart van Aaron Kopland, staat 6082 MG Amsterdam. Daar zijn we. Zo zijn er nog veel meer tips. We zullen een aantal van de links even in de beschrijving zetten. Maar als je een toerist bent en je spreekt de taal niet, je weet niet waar je bent, je weet niet waar je heen wil, dan kun je natuurlijk het gewoon aan Google vragen. Is dat Rianne Rashid? Oh, dit was een Google zonder G. Welkom bij Google. Hier kunnen we knippen dadelijk, denk ik hoor. Nou krijg ik denk ik kale mannenspam. Ik ben flabbergasted. Maar ook dat. Wat jij moet gebruiken. Dit was Vraag het Google voor deze week. Heb je nog een vraag voor ons? Zet hem dan in de comments. Subscribe als je dat nog niet had gedaan. En een duimpje omhoog voor de video als je het interessant vond. Dan zien we je volgende week weer terug. Tot ziens. Ik heb een hoop geleerd deze keer. Dat was een goede sessie. Oh ja, trouwens. Geven we hem nog weg? Die telefoon?